Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van der Rinno en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Maandag 17 februari heeft het Centraal Dialoog Bonaire een gemeenschappelijke begeleidskader 2020 tot en met 2023 vastgesteld over onder andere overige onderdelen arbeidswetgeving. Aanvullende pensioensregelingen, gezaghebber Edison Reiner vertelt meer. In 2018 waren we na het Zoutpanenakkoord begonnen in begin 2019 met de eerste vergaderingen. En nu al hebben wij vandaag het gemeenschappelijk beleidskader 2020-2023 getekend. Behalve dat het in relatief korte tijd een beleidskader kan worden opgesteld waarin partijen zich kunnen vinden voor het algemeen belang van Bonaire, wil ik aangeven dat het Centraal Dialoog midden in het in onze maatschappij staat en de behoeftes en benodigdheden van onze maatschappij ook vertegenwoordigen. De Centraal Dialoog bestaat natuurlijk uit vertegenwoordigers van de werkgevers, van de werknemers en ook van de Kamer van Koophandel en natuurlijk ook de overheid van Bonaire. Verder wil ik voor meer informatie verwijzen naar de website van de Centraal Dialoog, dat is de www.centraaldialoogbonaire.com en daar kunt u meer informatie over Centraal Dialoog en ook natuurlijk het vandaag getekende beleidskader, gemeenschappelijke beleidskader 2020-2023. Tot zover voor wat mij betreft. Ik ga ervan uit dat als het daarin met de partners afgesproken is, dat het aangepakt gaat worden. Over wat ik in een interview heb gezegd, daar kan ik later meer over zeggen, maar waar het op neerkomt is dat wij nu haast moeten maken en 2023 is voor mij niet een lange periode en we moeten eerder zelfs, als het mij vraagt, daar het een en ander in. 2020 tot 2023 lijkt kort, maar zoals ik ook in het begin zei, 2018 waren we begonnen en nu hebben we al zo'n akkoord. Menige centraal dialogen in de regio of in de rest van ons koninkrijk, die hebben jaren over gedaan, die zijn nog steeds bezig. Dus de welwillendheid en de samenwerkingsmogelijkheden van de partijen is hoog. En wij moeten dan, ik denk dat hier, en als ik namens de partijen kan praten, dat wij hier actie en resultaat willen zien. En daarom hebben we ook die periode 2023, dat we dan ook resultaten moeten boeken. Ja, het is niet goed opgeschreven? Of... Nee, het is goed opgeschreven, zo heb ik gezegd. Ik zei ook, dit was een open en heel plezierige onderhoud die ik had met een journalist. En wat ik heb gezegd, daar sta ik ook achter. En zo ben ik. En nogmaals, ik hou net zoveel van de geiten, de ezels, de varkens die hier rondlopen, als iedereen als. Maar als ze een probleem worden, dan kan het ook tot... dat kunnen we ook gebruiken, hun tegengaan door... En op te eten. Op één van die uitspraken, met name over de diefstal. Ja. Dat is het enige waar ik zeg van, dat is niet zo bedoeld. Nee. Het is misschien een verkeerde woordkeuze van mij, om het woord stelen te gebruiken, maar dat blijf ik achter staan. Present Your Startup is voor de eerste op Bonaire. Na de 6e editie in Nederland, 4 in New York en 3 op Curaçao. En deze week op Bonaire. We spreken met Gianne van de Heuvel van Kamer van Koophandel en de leden van Present Your Startup. De Kamer van Koophandel steunt deze initiatief omdat we zien dat onze lokale ondernemers soms die extra duwtje in de rug nodig hebben om verder te gaan. En in zo'n event komen ze elkaar tegen en dan gaat het, denken we, beter. En we zien dat veel lokale ondernemers een beetje een terughoudende, een afwachtende houding hebben. En dat willen we toch doorbreken. En dat is een van de punten waarom wij al 2 jaar bezig zijn om deze event naar Bonaire te trekken. Maar de funds waren niet available. En nu wel. Wel, in principe, na deze event denken we dat we meestal de ondernemers, die komen bij ons van ja, hoe nu verder? En daar willen we toch die steun geven van oké, je moet verder, we kunnen steunen met financiële advies. Dat we hun daarmee kunnen helpen om ze toch die doorbraak te kunnen krijgen. Ja, Present Your Startup bestaat 6 jaar.
We zijn in Nederland gestart. We hebben nu 6 edities in Nederland gehad. 4 in New York en 3 op Curaçao. En we willen al heel lang naar Bonaire. Dus we zijn heel erg blij dat we nu eindelijk op Bonaire zijn. En met een hele mooie groep ondernemers ons programma kunnen doen. Waarom we dit doen? Wij geloven in het maken, creëren, helpen van een ecosysteem. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk net zoals in de natuur. Dat bestaande organisaties, bestaande partijen met elkaar worden verbonden. Ja, de mogelijkheid voor ondernemers zo goed mogelijk te maken. Zodat ze die stap verder kunnen maken naar de next level. Nu in de Academy hebben wij 15 ondernemers geselecteerd. 15 bedrijven. We hadden 75 aanmeldingen. Niet alleen vanuit Bonaire, maar ook vanuit Trinidad, Tobago, Jamaica, Curaçao, Sint Maarten, Aruba en Nederland. En wij hebben voorrang gegeven aan de Bonaireaanse ondernemer. We willen immers het ecosysteem hier op Bonaire stimuleren. En vanuit de 15 zijn er 8 van Bonaire. Nee, het leukste om te zien dat je los van het ecosysteem, dat je al dat er gewoon onwijs veel creativiteit en ondernemerschap aanwezig is hier. Dus dat, weet je, dat eigenlijk proberen we dat bij elkaar te brengen. En als je kijkt naar de trainingsweek, dan beginnen we ook echt met het idee dat mensen hebben. Dus we kijken welke klanten heb je nou, welk probleem wil je oplossen. En wat is je oplossing en werkt dat wel echt? En wat we eigenlijk nu op de tweede dag gaan doen is iets meer naar de financials kijken. Hè? Dus hoe ziet je financieel model eruit? Hoe ga je daar geld mee verdienen? Hoe kan je echt een bedrijf neerzetten? En vanaf vanmiddag gaan we werken aan de pitch. En dan is het presenteren. Dan is dat hele complexe businessmodel terugbrengen naar een pitch van 3 minuten. Nou, we hopen dat ze deze week in ieder geval leren om weet je, dat het belangrijk is dat ze goed begrijpen welk probleem ze oplossen. Waar de pijn zit van de klanten die ze hebben. Dat ze hun netwerk groeit. Dat ze ook wennen om hun idee te leren delen, zeg maar. Want ik merk dat mensen best wel beschermend zijn over de ideeën die ze hebben. Terwijl, ja, als je het voor elkaar wil krijgen, moet je ervoor gaan en moet je het doen. En moet je het ook delen met mensen. En als daar iets voor nodig is, zoals middelen of geld, dat ze ook weten waar ze moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen. De winnaar gaat naar een volgende presenter startup. Dus dat kan of New York zijn, Curaçao of Nederland. En we overleggen dat ook een beetje met de ondernemer wat het beste bij zijn dienst of product past. Niet alleen van Bonaire, maar de hele Dutch Caribbean was de bijdrage $125. En daarbuiten $500. Het programma kost normaal $5000 per persoon, op zijn minst. Dus er wordt een heel groot gedeelte gesponsord. Ik heb nooit voor een baas gewerkt. Mijn vader was ondernemer en toen ik mijn universiteit had gedaan, ben ik mijn eerste bedrijf begonnen. Daarna verschillende bedrijven gehad en weer verkocht. In zowel de technologie als in logistiek. En ja, na het verkoop van mijn eerste bedrijf ben ik ook gaan investeren in startups. En doe dat al heel vele jaren. Dus ja, dan heb je al een ondernemershart, denk ik. Ik ben ermee geboren eigenlijk. Ik was verrast. Er was iemand die had een idee. En ik dacht, nee, dit bestaat al. Ik heb gisteravond nog eventjes online gekeken. Ik denk, dit is gewoon nieuw. Dus super creatief idee. Een andere ondernemer die al echt al verder is in het proces, allerlei dingen ontwikkeld heeft, waar ik ook echt met bewondering naar gekeken heb. Want die aan elkaar aan het zetten zijn hier om dingen lokaal te gaan produceren en dergelijke. Het is een hele moeilijke weg. Daar hebben ze al heel veel stappen in gezet. Dus heel veel waardering daarvoor. Ik heb ze nog niet allemaal gesproken. Ik ga er vandaag weer een hele hoop spreken die hun eerste pitch bij mij dan mogen doen. En dan ga ik proberen een stukje feedback te geven. Maar ik ben onder de indruk van de mensen. En ook van de sfeer en de omgeving. Ik vind het hier heel fijn toe. We spreken met 2 entrepreneurs die deelnamen in het project Present Your Startup. Ik ben Kimberly Ho en ik ben de founder van Nurseability. Nurseability is een private nursing service voor toeristen op het eiland en lokale bewoners van Aruba. Stel je voor dat je gaat op vakantie met een persoon die lichamelijke beperkingen heeft en zorg nodig heeft tijdens een vakantie, dan kan je dat ook altijd vooraf boeken voordat je komt. En ja, lokale bewoners kunnen ook gespecialiseerd thuiszorg krijgen thuis. Je start-up begint sowieso met een idee, met een passion, met een passie voor wat je doet. Een advies wat ik kan geven is: geef niet op, geloof in jezelf. Niks is onmogelijk. En ga er gewoon voor. En ik denk dat het een goede investering is, want iedereen kan een bijdrage leveren aan hun eigen eiland, land. Ja, het is een goede investering voor het land. Vooral in de jongere generatie, want ik denk dat we samen ook veel kunnen bereiken en veel kunnen doen als we elkaar helpen.
We zijn heel erg afhankelijk iedere dag van de import van verse groentes. Als containers niet meer hier komen, dan kunnen we geen verse groentes eten. Dat willen we graag oplossen voor iedereen. En het zou geweldig zijn als we iedere dag kunnen beschikken over vers gezond eten voor iedereen. We zijn vorig jaar begonnen met het bedrijf. We zijn al 2 jaar aan het uitzoeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. En we zijn nu bezig om het eerste prototype te bouwen. We willen graag exposure met onze start-up. We willen meer bekendheid krijgen op het eiland. We willen nieuwe mensen ontmoeten en we willen meer medewerking krijgen. Ik ben een ondernemer. Ik heb 20 jaar lang een ander bedrijf gehad in de software. En het is nu tijd om iets te doen wat echt een verschil kan maken. Daarom zijn we hiermee begonnen. Netwerken is alles. Samenwerken is alles. We zijn hier samen met heel veel andere start-ups. Er zijn heel veel verse ideeën. Ook ideeën die goed aansluiten bij ons concept. En daar gaan we heel veel mee samenwerken. En ik kijk ook heel erg uit naar later de pitch-competitie. Ja, allereerst bekendheid en erkenning dat dit gebeurt. Ondersteuning zoveel mogelijk. Maar 1 op de 10 start-ups gaat het uiteindelijk redden. En met de juiste steun kunnen dat 3 op de 10 zijn. En dat is echt wat ons eiland nodig heeft. Het Korps Politie Caribisch Nederland presenteerde woensdag 19 februari haar jaarlijkse overzicht van criminaliteit en verkeerscijfers met het doel de burger van Bonaire inzicht te geven in de ontwikkelingen op het eiland. Het totaal aantal verkeersongevallen van het vorig jaar. Zoals jullie kunnen zien, hebben we 2019, 2018, 2017 naast elkaar gezet. Dat jullie ook de trends kunnen zien. Aanrijding met blikschade. In 2019, vorig jaar, was het 1071. Een aanrijding met gewonden. Dat waren er 186. En ook was er vorig jaar 1 aanrijding met dodelijke afloop te betreuren. Het totaal, het aantal verkeersongevallen in 2019 was 1258. En we hebben het afgezet in een grafiek over het hele jaar. En daarbij hebben we de splitsing gemaakt 2018-2019. Op basis van onze gegevens we werken steeds meer informatiegericht. En we proberen het inventariseren op wat voor tijdstippen we de meeste diefstal hebben. Bijvoorbeeld bij de duikplaatsen. Wat gezaghebber ook al aangaf. Met toezicht en handhaving, met beveiligingsbedrijven. Bepaalde tijdstippen we bijvoorbeeld bij de duikplaats patrouilleren. Nou, dat heeft. Daar hopen we gewoon dat er zo snel mogelijk resultaten toe zijn. Dus dat doen we wel zeker. Met betrekking tot bijvoorbeeld het overlast van de straatrace, geluidsoverlast, fieveren. Op zondag heeft dat vaak zijn piek. Dan zetten we daar extra op in op die uren. En dan zie je ook dat dat afneemt en dat daar dan ook minder klachten over komen. Misschien ook op grote evenementen? Hè? Op grote evenementen? Ja, uiteraard. Maar dan is het natuurlijk standaard. Standaard zitten we wat beter in het personeel. Plannen we dat gewoon. Ik promet pregunta, tocante het truknaam. Año pasado, si humi de Apple 58 registración, camino no está para truknaam. Er zijn wel degelijk ook processen verbaal geschreven voor lading. También no está atender cu e doñona, die e truknaam. Advertina, van de papia kuna, chauffeur, etc. Dus dan staan je differente kost, pa soru, overlast, ba. Het is een. Met de comprendere dan problema, het is nog een solution a, ik hoef facil, maar bin back riba meneer su pregunta, si, nog staan je aan, sigur. Nog staan paar e vrachtwagen, zit terug naar, sigur. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Per 1 maart begint de politie met het controleren van de nieuwe verkeerswet Bonaire. Ik zal zelf
wat uitleg geven over de controlemechanismes die we hebben. We hebben dus een kleine handheld. Dus hiermee is de blaastest op straat. Dat is een indicatief. We hebben de collega's op straat bij zich. Nou, als hier dus positief op geblazen wordt, bijvoorbeeld de soepla positief wordt, en Ivica wordt de alcohol, wordt de core body influencia, dan word je aangehouden en dan kom je hier op het bureau terecht. En dan zal ik even met mijn collega Wanga, met de puntrele, Sipo Moestra, het ademanalyseapparaat. Ademanalyse op het politiebureau. In het geval van voldoende verdenking voor rijden onder invloed van alcohol, volgt een bevel medewerking ademanalyse door een opsporingsambtenaar. De bestuurder wordt als verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, alwaar hij opnieuw een blaastest moet ondergaan. Deze blaastest heet de ademanalyse. De ademanalyse vindt op vordering van de politieagent plaats via een groot apparaat, waarbij de verdachte op aanwijzingen van de verbalisant moet blazen door een slang die met het ademanalyseapparaat is verbonden. Het resultaat van de ademanalyse is het definitieve resultaat dat ook voor het bewijs gebruikt mag worden. De verbalisant is verplicht direct na de ademanalyse het resultaat hiervan aan u mede te delen. De donkere glazen moeten tot nu toe met voormalige wet 70% zijn. Politie zal op het volgende controleren: getinte glazen, veiligheidsgordel, helm en een kinderzitje. Van de eilanden in Caribisch Nederland is het handelstekort van Bonaire in 2019 het sterkste toegenomen. Dat van Saba is ook hoger, terwijl het handelstekort van Sint-Eustatius lager is dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Oké, we hebben het over een handelstekort op het moment dat de importwaarde hoger is dan de exportwaarde. En dat is, we hebben het over een structureel handelstekort op de eilanden, omdat we altijd te maken hebben met een hogere import dan een export. Simpelweg omdat we veel minder produceren dan dat we nodig hebben. En vrijwel alles wordt geïmporteerd. Op Bonaire hebben wij voor 2017 te maken met een handelstekort van $241 miljoen. Dit betekent dat er voor $241 miljoen meer geïmporteerd is dan geëxporteerd. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2018. Dit houdt in dat de importwaarde die is gestegen met 13% en de exportwaarde met 29%. Maar nog steeds zien we dat er een tekort is. Op Sint-Eustatius zien we dat de handelstekort gedaald is met 6% ten opzichte van 2018. En op Saba is het handelstekort ook gestegen, net als op Bonaire, met 2%. De groei van de handelstekort komt voornamelijk door de groei in import van machines en materiaal voor de bouw. En dat is ook logisch als we kijken hoeveel er gebouwd wordt de laatste tijd. En deze machines worden ook ingevoerd om de bouw dus te realiseren. We hebben ook te maken met een groei aan voedingsmiddelen. En dat is ook logisch, want dat houdt ook nauw met de groei, bevolkingsgroei. En ook afhankelijk van wat er met de inkomens gebeurt. We kunnen nog niet zeggen dat het direct te maken heeft met elkaar. Dus de groei aan import direct gerelateerd is aan een groei bijvoorbeeld van de bevolking. Want we hebben die cijfers nog niet, maar binnenkort hebben we de cijfers van de bevolking en dan zouden we die twee factoren aan elkaar kunnen koppelen. Meer informatie is te vinden op onze pagina www.cbs.nl/caribisch-nederland en ook op Facebook Statistics Caribbean Netherlands, of ze kunnen bij ons langskomen op ons kantoor aan de Kaai Gobernador de Brood nummer 67. Vanochtend om 3:30 is er een melding binnengekomen van een uitslaande brand ter hoogte van Kaya Industria. De brandweer meldt dat er bij de brand geen slachtoffers zijn gevallen.
Wel zijn de vier met elkaar verbonden loodsen, met daarin verschillende bedrijven, waaronder een garage, compleet afgebrand. De brandweer heeft de situatie beoordeeld en direct opgeschaald tot een grote brand. Door snel optreden van de brandweer is de brand beperkt gebleven tot deze vier loodsen. Om circa 16:45 was de brand onder controle. De hitte heeft de metalen constructie van de loodsen in elkaar doen zakken, waardoor het dak deels is ingestort. Het is daarom nog onveilig voor de brandweer om het pand te betreden. Om de grote constructiedelen te verwijderen, moet een hijskraan worden ingezet, zodat brandweerlieden de loods op een veilige manier kunnen betreden om de nog smeulende delen na te blussen. De Calle Industria is weer open voor verkeer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.